742 tot 814. Karel de Grote. 1200 jaar geleden was Karel de Grote keizer over bijna heel Europa. Hij had niet zomaar één paleis. Hij reisde door zijn rijk van Pals paleis, naar Pals voor belangrijke vergaderingen. Maar in de winter woonde hij bij voorkeur in Aken. Karel de Grote kon het rijk natuurlijk niet in zijn eentje besturen. Hij verdeelde het in een soort provincies, gouwen. Aan het hoofd van een gouw kwam een rijksdienaar, een graaf. De graaf werd voorzitter van de rechtbank en inde de belastingen. Om te controleren of de graven hem trouw dienden, stuurde Karel elk jaar twee inspecteurs, die goed naar het volk moesten luisteren. De graven waren verplicht de keizer met een legertje te helpen als er oorlog kwam. In die tijd kon bijna geen mens lezen of schrijven, de keizer zelf ook niet. Hij kon alleen een soort handtekening zetten. Dat had hij geleerd van zijn raadsheer Eginaar. Maar hij zorgde er wel voor dat er scholen kwamen om rijksdienaren en monniken op te leiden. Het was de wens van Karel de Grote om van zijn rijk één geheel te maken met één godsdienst en het liefst één munt. Na zijn dood werden er steeds heldhaftige verhalen over de vader van Europa verteld. Zoals het bekende Karel en de Elegast. Wie zijn de helden van deze tijd? Vooral mannen, denk ik. Omdat uh, in stukfiguren en zo zijn het ook altijd mannen. Vroeger waren ze heel erg gespierd. Maar ik denk niet echt dat het nu weer. Dat dat echt werkelijkheid is, dat het meer fantasie is. Sommige helden zijn gewoon ook helden zonder dat je het kan zien. Het kan ook een vrouw zijn, natuurlijk. Een vrouwelijke held, denk ik, dat hij er heel slim uitziet. Een held heeft niet een bepaald soort uiterlijk. Een held kan iedereen zijn. Ja, iemand die goede dingen doet, die mensen helpt. Het hoeft niet iets groots te zijn. Als je bijvoorbeeld struikelt dan, uh, je, en je moeder geeft je een pleister, dan is je moeder je helpt. Ja, of als iemand. Uh, kampioen wordt. Dat ze zo hard trainen en dan toch bijna de beste van de wereld zijn. Iemand die goede daden doet en bijvoorbeeld mensen uit brandende huizen helpt. Mensen van Greenpeace of WNF, dat zijn ook helden voor de dieren. En ja, dat vind ik ook wel echt een held als je bijvoorbeeld dokter bent of zo of arts zonder grens, dat vind ik ook wel echt helden. Vroeger had je helden, nu heb je helden, maar er zit best wel een groot verschil tussen. Vroeger had je helden als je goed was in oorlogen en zo. En nu heb je helden als je bijvoorbeeld de kat van de buurvrouw redt in een brand of zoiets. Held of geen held, wie ben jij in jouw mooiste fantasie? Een vee. Ja, een tovennadel. Sneeuwwitje. Profvoetballer. Tinkerbell van Peter Pan. Een vis. Mooiste meisje ter wereld. Waar hebben wij helden voor nodig?